Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met weer een tof beroep van de maand. En dat is deze keer bloemist. Omdat het bijna Valentijnsdag is, wil ik wel eens weten hoe of een mooi Valentijnsboeket gemaakt wordt. Ik heb een afspraak met Armand de bloemist, dus eens even kijken of die er al is hoor. Hallo Armand. Ik ben Jok van Junior Kids TV. Mag ik je een paar vragen stellen over je beroep? Ja, natuurlijk Jok. Leuk dat je er bent. Ga lekker je gang. Vraag wat je wil weten. Nou, dan begin ik maar gelijk te vragen over hoe het gekomen is dat je dit beroep bent gaan doen als bloemist, hè? Nou, dat is hartstikke leuk dat je dat vraagt. Ik heb, toen ik 15 jaar was, moest ik naar de grotere school. En dan kon je een beroepsschool uit gaan kiezen. En ik wilde dierverzorger worden en eigenlijk ook met apen verzorgen in de dierentuin. Dat was mijn droom om dat te doen. Maar we hadden ook andere vakken, er zat bloemist bij, er zat aanleg en onderhoud bij, dus stenen op straat leggen, dat soort dingetjes, boomverzorging. En dat heb ik een keuze uitgemaakt, toen vond ik bloemen toch ook heel erg leuk. Ja, die zijn mooi hè? Ja, die zijn heel erg mooi en daar kan je heel veel dingen mee doen. Dus daarvoor heb ik dit beroep gekozen. En hoe lang doe je dit werk al? Ik was 15 toen ik bij de eerste bloemenzaak begon. Ik ben nu 41, dus dat is 26 jaar. Zo, dat is dus een jubileum, hè? Dat is een jubileum en één jaar erbij zelfs, ja. Wat vind jij nou de mooiste bloem en waarom? De mooiste bloem, dat vind ik een calla. En een calla vind ik de mooiste bloem, omdat die heeft iets mysterieus. Als je erin kijkt, lijkt het net of het niet meer ophoudt. Dus dat het oneindig doorgaat naar beneden. Dat vind ik het mooie aan een calla. En is dat dan een zomerbloem of zo? Dat is echt een zomerbloem. En eigenlijk tegenwoordig heel het jaar door. Ze noemen dat een jaar rond bloem. Dus dat die heel het jaar er is. Maar officieel is wel een zomerbloem in de bloemenzaken. Moet je vaak bloemstukken maken? Ja, eigenlijk heel de dag door. Voor allerlei dingetjes. Voor welke mensen is dat dan? Voor bruidsparen, voor iemand die jarig is, iemand die zoveel jaar getrouwd is. Voor mensen die overlijden horen ook mooie bloemen bij. En mensen die van iemand houden. En ik vind je lief, geef je bijvoorbeeld één mooie rode roos. Valentijnsdag. Valentijnsdag, heel goed. Nou, dat is ook weer binnenkort, hè? 14 februari, ja, Valentijnsdag. Dat schiet al op, hè? Dat schiet al op. Geef je ook wel eens workshops? Dat zijn bloemknutselmeerdagen, hè? Ja, die geef ik ook. En dat doe ik een paar keer per jaar. En dat maken mensen zelf de bloemstukken. En neem ik bloemen mee, de gereedschap, bakjes. Of een mooi boeket, dan nemen we alles mee wat de mensen nodig hebben. Ga ik het voordoen, dan ga ik ze leren hoe ze met bloemen een bloemstuk kunnen maken of een mooi boeket. Tof hoor. Dat is heel tof. Nu is het bijna Valentijnsdag. Kan je de kijkers thuis en mij eens laten zien hoe of je een Valentijnsboeket maakt? Nou, dat kan ik jou heel goed laten zien. Dan kunnen we misschien een mooi hart erin doen, hè? Want het is Valentijn met een hart. Dat is symbolisch. Ja, de liefde hè? De liefde, ja. Dan kan je iemand die je lief vindt. Geef je bloemen. En dat gaan we straks dan doen? Dat gaan wij straks dat doen. Dan gaan we jou dat even laten zien. Kids. Ja. Heb je wel eens iets geks of iets grappigs meegemaakt? En wat was dat dan? Ja, ik heb wel iets gek of grappigs. Iets bijzonders heb ik meegemaakt. En er was een jongen en een meisje die gingen trouwen. Maar dat meisje was heel erg ziek. En die wilde graag nog met die jongen trouwen. Dus heb ik een bruidsboeket gemaakt. Een heel mooi bruidsboeket. Heb ik iets meer mijn best gedaan. Want ze was... Extra mooi gemaakt. Extra mooi, want ze was ziek en ze werd niet meer beter. Dus dat heb ik gemaakt voor ze. Ze zijn nog getrouwd. En een maandje later was het meisje er meer. Dus ik heb iets heel bijzonders meegemaakt. Nu heb ik wel eens gehoord dat je sommige bloemen ook kunt eten. Welke zijn dat dan, Armand? Eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel verstand van. Want ik verkoop bloemen om voor in de vaas te zetten. Ik verkoop ze niet om op te eten. Er zijn bijvoorbeeld, wat ik weet het wel natuurlijk, bijvoorbeeld, je hebt ranonkels, rozen, tulpen. En er zijn wat soorten die ik niet goed ken en die blaadjes kan je opeten. Maar zelf durf ik niet te zeggen, nou dat of dat kan je eten. Want het zijn speciaal gekweekte bloemen en die kosten ook best wel duur. Het zijn duurder dan een gewone bloem en die heb ik niet. Maar er zijn reformhuizen, dus waar je apart eten kan kopen. En die kunnen dat wel, die verkopen dat wel. Ja, want ik had er best eentje willen proeven, want ik heb best trek gekregen, hoor. Nou ja, dit is een roos. Mag ik even dit is een proeven? Roos, Jok. Ja. Nou, dat geloof ik dat niet zo erg lekker is, hoor.
Ik geloof dat ik een beetje zuur, denk ik, Jok. Een beetje zuur is dat, hè? Ja, dat is toch niet mijn lievelingskostje. Ja, precies. Ik hou het toch maar liever bij apennootjes, hoor. Ja, dat is lekkerder dan, hè. Ik hou er ook, denk ik, meer van. Ik hou niet zo van bloemen eten. Zeg, bedankt voor het gesprek over je beroep. Ik ga het toch ook eens proberen, hoor, om een Valentijnsboeket te maken. Of moet ik daarvoor naar een bloemistenschool? Ja, officieel moet je naar een bloemistenschool. Als je bij mij in de winkel werkt, moet je naar een bloemistenschool gegaan zijn. Moet je diploma hebben. Dus dat is wel heel belangrijk, want je moet wel weten de namen van de bloemen, hoe je het in elkaar moet zetten. Het is niet zomaar even wat bloemen bij elkaar rapen. Nee, zo werkt dat niet. Je moet weten wat je echt doet. En dan leer je op een bloemenschool. Dus je moet er wel talent voor hebben. Je moet er wel een beetje talent voor hebben, ja. Nou, help me dan maar eens even, hoor, met dat Valentijnsboeket. Hartstikke leuk, dat ga ik doen, Jok. Ik vind het heel leuk om jou dat te laten zien en te leren. Oké, dan gaan we het doen, hè. Is goed. Ga ik mee. Nou, Armand, zijn we nou hier in je werkplaats? Dit is mijn werkplaats. Officieel heet het bij bloemen de binderij. Oh. Als je boeketten maakt, doe je binden. Dat noemen ze binden. Dat is de benaming. Vastbinden. Ja, vastbinden eigenlijk. Aan het einde, als je klaar bent, doe je het vastbinden met touwtje. Of een elastiek. Dus hier maak je allerlei bloemkunststukken? Hier maken we allerlei bloemsierkunststukken. Oh, we zijn met sierkunst bezig. Nou, en gaan we nu dan dat Valentijnsboeket maken? Jij wil het graag leren, hè, hoe het gaat. Ja, dus dan gaan we jou dat leren. Nou, we hebben hier een mooie vaas, hè, in hartvorm, want het is natuurlijk binnenkort Valentijnsdag. Hoor. Dus dan gaan we dat even leuk opmaken. We hebben hier hele mooie bloemetjes liggen, een roos en een gerbera. En we hebben een hartje voor de Valentijn. Met een bloemenboeketten maken gebruik je altijd een mesje. Dat is scherp. Dat is scherp en die moet je altijd met een aansnijden. Een bloem moet je altijd aansnijden, schuin afsnijden. Dan heb je een grote oppervlakte, goed water opnemen. Ik heb hier, misschien wil jij hem er gelijk in doen. Ja, tuurlijk. Ik zal hem aan jou geven. Zo. En zet hem er maar in. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Dat gaat niet helemaal goed, maar je bent om te leren. Ja, helemaal goed. Hij staat goed. En dan zetten we de bloem altijd van je af, want je geeft het aan iemand, dus de bloem moet de mensen aankijken. Oh. Ja, dus niet naar jezelf, want jij krijgt het niet. Nee, altijd, ik geef het weg. Jij geeft het weg, dus dan moet de bloem jou aankijken, of de mensen aankijken. Oké. Ja? Oké. Ik heb hier een, weet je hoe deze bloem heet? Ja, dat is een roos. Heel goed, Jok. Kijk, je komt al dichterbij om hier te komen gaan werken. Ja, maar die heeft stekels. Precies, en die moet je er altijd afhalen, want als een klant ze pakt, mensen die bloemen kopen en je pakt ze, dan vinden ze jou niet meer lief. Dus we breken ze altijd af. Ja, kijk, hier zit een doorn, die breek je af. En dan doen we weer aansnijden. Zo schuin afsnijden. Uitkijken voor je vingers. Of met een snoeischaar mag je het ook doen. Geef ik hem weer aan jou. En dan mag hij zo in de vaas gezet worden. Nou, die is wel scherp, hoor. Nee, je stel je aan, Jok, want hier zit geen stekel. Oh, oké. Heb je hem? Ja. Oh, nou, dat gaat helemaal verkeerd. Nou, dat geeft niks. Je moet het leren. Zo, nog een keer. 1, 2, zo. Ja. Zal ik je even helpen? Oh, gaat hij weer. Dat gaat hier verkeerd. Nou, dat lukt weer niet, hoor. Drie keer is scheepslecht, hè, Jok? Nog een keer. Oh, au. Dat is een stekel. Ja. Dat doe ik heel zeer. Zo. Oh, nou, oh Jok. Nou, dan gelijk. En dan ga je de bloem ook nog weggooien, nou, de andere. Zootje weer, hè. Wil je het nog een keer proberen? Nog één keer. Nog één keer. Deze. Zo. Oh. Oh. Oeh, Jok, het wordt helemaal niks met jou, hè? Nee, geloof het ook niet, hoor. Nee, hoort het, dan moet je maar bloemen kopen en dan kan je ze weggeven. Ja, maak jij hem maar, hoor. Dan ga ik hem maken. Nou, ik heb hem al afgesneden. Ga ik hem zo erin zetten. En dan pak ik die bloem die jij weggegooid had. Ja, die is eruit gevallen, hè? En weet je nog hoe ik hem neer moest zetten? Weet je dat nog wel? Ja, van me af. Van je af, heel goed, want je geeft hem weg. Kijk, zet hem zo erin. Dan heb ik daar hartjes. Met Valentijn horen hartjes. Kan je lezen wat hierop staat? Iets van liefde of zo? Ja, I love you. Dat is Engels voor ik hou van jou. Wil je die erin zetten? Dat lukt wel, denk ik, hè? Ja. Ja, kijk, nou, dat kan dus wel. Nou, dan zetten we mooi een beetje naar voren. Zo, help ik je even een beetje. Zo, want dan zie je echt het hartje, hè? Maar moet die niet opgeblazen worden, dat hart? Dat doen we als we hem weggeven. Dan blazen we hem op. Okay. Dan zie je het goed. Nu doen we het alleen maken en later als hij verkocht wordt, doet het opblazen. He? En er ligt er daar nog een hartje, moet dat er ook bij? Dat doen we er ook bij. Dat is mooi, hè? Zou ik die weer, doe jij dat weer? Alsjeblieft, heb je hem? Ja, nu wel. Zo, daarnaast. Nou, dat gaan we niet, hoor. Dat gaan we niet. Zal ik het weer even doen voor jou? Ja, doe het maar. Nou, je ziet, het is niet makkelijk, hè, bloemist worden. Nee, het is het lijkt moeilijk. Makkelijk. Zo, kijk. Hoepla. Nou, ik vind het geweldig mooi geworden, is hoor. Is mijn zin? Nou, je hebt wel een beetje geholpen, dus we hebben het samen een beetje gedaan. Dus bedankt voor je uitleg. Graag gedaan.
Nou, vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Oké, nou. Je kan altijd hier een bloemetje kopen als je het niet zelf kan. Tuurlijk. Toch? En ook eetbare bloemen, want ik heb toch wel honger gekregen. Ja, heb je toch wel honger gekregen? Je vond ze toch wel lekker? Ja, die roos. Toch wel. Een beetje minder. Oké. Nou, doei. Doei, Jok. Tot de volgende keer.